De economische crisis waarin Suriname zich bevond is volgens president Chandrika Prasad Santokhi nu onder controle. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat het ergste achter de rug is. Hij noemde daarbij onder meer de verhoging die ambtenaren in overheidsdienst hebben ontvangen. De president gaf verder aan dat de regering complimenten heeft ontvangen van het IMF voor het onder controle brengen van de economische crisis. De crisis waarvan u ook getroffen geworden bent, de financiële-economische crisis, dat we die crisis volledig onder controle hebben als regering. En dat zelfs IMF recentelijk nog haar waardering heeft uitgesproken over de wijze waarop wij ons financieel-economisch beleid inrichten en zorgen voor stabiliteit, economische stabiliteit, koersstabiliteit, prudent beleid, zware besparing, maar ook die herschikking van die 4 miljard US-dollar schuld, dat we dat op een verantwoorde wijze doen. En geeft IMF ons een positieve score. En geeft ons een tweede tranche van 55 miljoen op basis van beoordelen. President Santokhi zegt dat de regering het prudent beleid zal voortzetten. Dat zal ertoe leiden dat we meer leningen kunnen krijgen. Maar datgene wat je ook krijgt, ruim 700 miljoen US dollar van IMF voor de 3 jaren. Ruim 900 miljoen Amerikaanse dollar van de IDB voor de komende 4 jaren. We hebben nu al 53 miljoen van de Wereldbank en we zijn nog in onderhandeling met de Wereldbank om dat budget uit te breiden. En op dit moment 150 miljoen US dollar beschikbaar voor projecten die nu uitgevoerd kunnen worden. En daarna hebben we nog middelen van verschillende donorlanden. Aan geld zal het niet liggen. Dit allemaal gecreëerd in 1,5 jaar. Het zal nu liggen aan die inzet. Het zal nu liggen aan die uitvoering. Het zal nu liggen aan die uitvoeringscapaciteit. En het zal nu liggen aan alle Surinamers die bereid zijn om projecten uit te voeren en resultaten neer te zetten. Want dat kader hebben wij gecreëerd als regering. Dat fundament hebben we gelegd als regering. Het staatshoofd gaf aan dat er meer veranderingen zullen komen en dat het volk niet in de steek gelaten zal worden.